een klein, beetje een mysterieus planeetje in de buurt van de zon. Die zondes die staan eigenlijk continu op de rem om ervoor te zorgen dat ze straks netjes in zo'n baan om die planeet terechtkomen. Komt het door vulkanisme? Zijn het ingestorte grotten? Ik noem maar wat. Ze weten het dus nu niet. Als je in de zon op Mercurius staat, dan is het eigenlijk zo, ja, heet het dan een oven? Heet het dan een pizza-oven misschien zelfs? In de schaduw is het echt heel erg koud. Mercurius is eigenlijk de planeet met de grootste temperatuurverschillen. Niemand kan dat zomaar uitsluiten, maar de temperatuurverschillen zijn dusdanig extreem. De straling ook van de zon is zo extreem dat ik niet verwacht dat dat de meest logische plek is voor leven. Volg het nieuws terwijl het gebeurt. De nieuwe app van RTL Nieuws. Download hem nu.